Het is donker. Het is mistig. Het is Halloween. Nou hadden we jullie natuurlijk bang kunnen maken als zombies. Of we hadden kunnen gaan trick-or-treaten. Trick-or-treat! Maar we besloten het vanavond informatief te houden. We waren benieuwd naar de geschiedenis van Halloween. En waar kun je die beter vinden dan op een borrel voor geschiedenisstudenten? Boe. Jij bent de voorzitter van de geschiedenisvereniging. Kun jij mij dan de geschiedenis van Halloween vertellen? Want daar ben ik eigenlijk naar op zoek vanavond. De geschiedenis van Halloween? Ja, dat is wel een heel erg interessante geschiedenis. Nou, het is in ieder geval wel een Amerikaans festival. Het stamt uit de 19e eeuw. O, echt? Ja, denk ik wel. Het komt een beetje uit Ierland, uit Engeland. En het gaat eigenlijk om Allerheiligen, maar dan in Engeland. Wanneer de geesteswereld zeg maar kruist aan onze menselijke wereld. En dat daardoor we de geesten moesten verjagen en daardoor gaan we ons heel eng verkleden. Ja, het is natuurlijk een geweldig spektakel en er is vervolgens een heel gedeelte van trick or treat aan vastgebonden. Dus je moet ook snoep eten voor de geesten? Dat vind ik wel een goed idee, ja. Het staat er niet bij, maar het is wel een heel mooi principe. Amerikanen zijn gewoon dik en houden gewoon van snoep. Sorry, maar dat is de verklaring. Ja, kijk, als je snoep eet, bedenk je altijd een reden. Kijk, als het donderdag is, zeg je, want het is donderdag. Als het dinsdag is, zeg je, want het is dinsdag. En nu is het, want het is Halloween. En dan zegt iedereen, wat is Halloween? Dan zeg je, een reden om snoep te eten. Hoe oud is Halloween? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, daar heb ik me niet zo in verdiept. Nee. Nee. Ik gok rond... Ja, ergens uit een... Doe maar gewoon een wilde gok. Wilde gok? Ik gok 1300. Nou, dit was weer een super leerzame avond. Ik begrijp helemaal waar Halloween vandaan komt nou. De vele verschillende jaartallen waarin het ontstaan zou kunnen zijn. Maar, hey, hier ging het tenslotte om. Er is wel snoep. En het is